geen finale. Maar van 6 en 7 jaar, Stefan Schuindel, Luc Spudok, Jeden Drent, Cedric Kasmakers, Sven Bakker, Rick Schakeraar, Jim Struik en Jurgen Breij. En het is wellicht Kasmakers en Schakeraar die hier voor die verrassingen gaan zorgen. Want mannen zaten constant van voren vandaag. En het is dan zomaar een Bissingcrosser aan de leiding. Luc Spudok, en dat hebben we meer gezien hoor. En ook de Bissingcrosser, die laten zich horen. Nu land op 2. Nu land op 2 met Stefan Schuindel. Daar komt er weer een Bissingcrosser bij. En die gaan toch wel scoren, denk ik. 2-0-9-0 van Jeden Drent. En dan is het de 2-0-5 op die vierde plek. Dat is Rick Schakeraar. 776 zijn zoveelste overwinning. Huub Spudok. Op weg dus naar het finale starting. Ja, de next race. They're taking away. Ilson Partij zetten ze in Frankrijk met Bloemendaal. Extra kaarten met Lofwetter, Skeffin, Kraktijsje, Laman, Hintje Hoekema, Tom Golozen, Jordi Koen en Dino van Rijswijk, Amazoje. En dan is het hier onze Vicky LTV, ook hard weg opnieuw hier. Of ja, nog van Pijker, want die vreemd zich achter die bril. Ja, de man kan een masker opzetten, maar het duimpje komt altijd stiekem omhoog. Jawel, als de DVO hard weg hier weer van voren aanknoopt. Plaats nummer 2 dan. Ja, de uitomgeving is het dan volgens mij heel opzwinkt. En die doet het goed op plaats nummer 2. Dan op 3. Jawel, is het de Lofwetter ook op 3? Even kijken. Ja, dan lijkt het er wel een keer op. Aangesloten met de man uit Hengelo, jawel. En dat gaat geven wie daar de vierde en eigenlijk de achtste man in de finale is. Jongens, dan van 14 jaar. Jawel, gaan we kijken naar veel meer snelheid. Lats of Power. Hier on the track en een hold shot voor de man uit Nylander. Willem Maxje van Eindhoven. Hier met de plaats 120 gaat hier aan de leiding. Second spot voor Barendrecht. Of is het Vechtel? Vechtel zou het wel eens kunnen zijn. Boom, of zit hij helemaal niet bij? Maar ja, ik vind het gewoon een keer af. Op plaats nummer 2, dan Wieters, Wieters op plaats nummer 3. Ja, Troisième position voor de platte. Jawel, die 35 is Niels Kersten van de Wieters. En 4, Amazoje. Goed, ja, Hansel Gennay wel, dus de boy van Hassel gaat als vierde man mee naar de finale in de jongenscategorie van 14 jaar. Estel Martiers op plaats nummer 4 voor de kwalificatie voor de finale. Gouden bal voor Assen. Assen gaat er nog in de buurt komen van DVO Haagberg. En ik van aan het handje. Assen gaat mee als vierde dame naar de finale. We got Jake here in the age of 13 and 14 years old met Anna Jacobs, Linda Remmers van Optussen, Nina van de Boogotten van de Wielmarik, Struik, Lieke Maas en Anne Eikenaar voor de Lok Sprinters. Alright, en hier gaan we dan met Amazoje aan de leiding. Amazoje op 1 en 3, dat is het broodje. En het borstje komt van de Jondoor op plaats nummer 2. Hier komen, Nesina van der Boom. Op geen positie, jawel. De dame uit Valkenswaard is taking over the first spot. Looking good. Amazoje 7 op 2 en 3. En de KWC Kampen. KWC Kampen, Manon Visser op plaats nummer 4. Maar dan moet je door blijven trappen met zo'n dame uit Apeldoorn. En nu nog dacht hij aan, heb je plaatsje nog niet echt zeker gezeld. Maar ze doet het wel, Manon Visser als 4. Second semi-final met Leroy van Hartel Verhoeven, Bodegraven, Oegema, Palsma, Van Rooij, Kapper en Dieler zelf, Denzelvakkers voor de laatste vier tickets in deze categorie. Met Leroy van Hartel voor Amazoje, looking good. Het is, daar gaan we toch eventjes vervelend in de remmen krijgen. Dan gaan we niet goed, dan gaan we wel goed met Oegema, die gaat dan van 5 naar 3. Van 5 naar 3, Spuitroos zit goed aan de buitenkant. Maar Hulbert is de voorbrenger in de final race. Veldhoven, Veldhoven op de Heidenkup. Veldhoven op de Heidenkup. Veldhoven op de Heidenkup. Het is een lijk. Sixth man on the gate, ladies and gentlemen, inside coming up. En het is de man die uitkomt voor het Nevertal. Het baanwielrennen ook niet ter schuld. En de whole shot in handen heeft. Het is Jeffrey Highlander Hoogland. En daarom heet hij Highlander. Vol geld inderdaad hier hoog over de beeld heen. Right in jump, ladies and gentlemen. En looking good in first spot. Second spot voor Ralte. Michel Schotman daar in second spot. Op derde positie zien we dan Leuk Gestel. Dit is Harry Lafreitje. Amazoje dan op 4. Je moet gaan uitkijken, want er zit nog een manneke achter. Daar zit nog een manneke achter. Gaat hij naar rennen? Gaat hij niet rennen? Amazoje op de tenen gaat. Jongen. 4. Last final, semi-final race, ladies and gentlemen, met Robert van der Kolk, Dan Brus, Kiltje Kaasen, Mike Aartijl, en Kevin van der Linden. En we gaan opnieuw dat pro-sectie deel op. Met daar even kijken, Van der Linden, die gaat in de remmen knijpen. Wie is gezien? Wie is gezien? En Kevin van der Linden is gezien. Dan is het Dan Brus die daar het voordeel van heeft. We hebben aan de leiding Robert van der Kolk, dan Mike Aartijl 2. Op 3 even kijken daar met de plaats 22. Is dat onze vriend?